Belgisch volkslied weer klinkt op de gemeentelijke begraafplaats van Zelzate. Op Allerheilige is het ook hier traditie om een huldebetoon te brengen aan de graven van de gesneuvelden tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Vandaag op 1 november, de dag waarop iedereen zijn geliefden herdenkt die ons ontvallen zijn, houden wij eraan om als gemeentebestuur samen met de Vaderlandslievende Verenigingen, NSB en KNVI, onze gesneuvelden te herdenken. Gesneuvelde militairen, gesneuvelde burgerslachtoffers, verzetshelden, maar bijvoorbeeld ook onze ons ontvallen brandweerlieden. En wij houden daaraan vast om elk jaar op 1 november die traditie in ere te houden. En dat doen ze niet 1 keer, maar 8 keer op de gemeentelijke begraafplaats. Want de graven van de oorlogshelden en de bijhorende herdenkingsmonumenten liggen wijd verspreid over het kerkhof. De Zelzatenaren die vanmorgen het graf van een geliefde kwamen bezoeken, konden dan ook 8 keer het Belgische volkslied horen weerklinken. Het is toch een waardevol bezinningsmoment aan elk van die monumenten om altijd te blijven herinneren wat oorlogen bewerkstelligen, waar dat toe leidt en waar we vooral ver van weg moeten blijven in de toekomst. En als het van mij afhangt, dan zullen we dit in de toekomst ook altijd blijven doen.